Gaat het ons lukken om van deze euro 50 euro te maken in één dag? Ja, lukt dat ons of niet? Ja, daar gaan we nu achter komen, jongens. We hebben veel verschillende tactieken voorbereid waarmee het misschien wat moet gaan lukken. Onze eerste tactiek. We gaan koekjes verkopen. We moeten eerst koekjes voor onder de 1 euro vinden, überhaupt. Speculaties. Als we ze dan geen verkopen, is onze euro weg. 1 euro wordt. Alsjeblieft. We hebben de koekjes. Als een vreemde aan jou aan straat. Jongen. Hallo. Wilt u misschien een koekje voor 50 cent kopen? Zo simpel is het. Wij zijn koekjes aan het verkopen. Heeft u misschien zin in een koekje voor 50 cent? Meneer, wilt u misschien een koekje voor 50 cent? Hebben jullie zin in een koekje? Shit. We hebben niks meer, hè? We moeten daar gewoon niet eten en zo. Mevrouw, heeft u misschien interesse in een koekje? Ja, doe jij het dan? Als je zit uit te lachen, dan doe jij het zelf. Willen jullie misschien een koekje voor 50 cent? Nee, dan niet. Nee? Godverdomme. Hebben jullie zin in een koekje? Willen jullie een koekje? Ja, willen jullie niet een koekje kopen voor 50 cent? Ik zie er een kind lopen. Die heeft al zin in een koekje. Wij zijn voor een video in één dag. Ik mag mijn vraag niet stellen. Mevrouw, wilt u misschien een koekje voor 50 cent? Dankjewel. Succes, hè? Dankjewel. Yeah. Heel erg bedankt. Yeah. Yes! Dan hebben we weer 1 euro. Yes! Boys. Hebben jullie zin in een koekje? Ja. Ja? We zijn koekjes aan het verkopen voor 50 cent. Ik heb 20 euro. 20 euro, ja. Je mag hem kopen voor de hele pak. Ik heb 45 cent. 45 cent. Dit is een heel koekje. 45 cent doen we een stukje ervan af. Ja, nu mag je hem kopen. Dankjewel, echt heel erg bedankt. Nu hebben we 1,45 euro. Pak op de foto. Tuurlijk. Het kost wel een euro. Hebben jullie ook zin in een koekje? We zijn koekjes aan het verkopen. Oh, koekjes. Ja, uiteraard. 50 cent de koek. Ja, 50 cent. Oh, dit is dit is genoeg. Ik zeg, dan krijg je 3 koekjes. Oh, wow. Dankjewel. Meneer, mag ik jou wat vragen? Wil jij een koekje? Hij is nep. Tussenstand, er zijn veel koekjes op. 1 euro. 2 euro 20. 2,35 euro. We zitten op 2,35 euro. Deze bewaar ik voor onszelf. Ja. Voor veilig. We moeten zelf natuurlijk ook eten. 50 cent per broodje. Dan houden we nog 1,35 euro over. Er zijn tactieken aankomen die echt tientallen euro's kunnen binnenhalen. Betalen met een euro. Alsjeblieft. We zijn weer een euro lichter. Doei. Ik heb serieus al lang niet meer hoeven betalen met contant. Want normaal betaal ik met Revolut. Tevens ook de sponsor van de video. Revolut is een digitale bank. De app downloaden is helemaal gratis en een account aanmaken duurt maar een paar minuutjes. Download de app en ontdek zelf hoe het dagelijks financiën gemakkelijk maakt. Het is heel makkelijk om geld toe te voegen en vervolgens kun je gaan betalen met je virtuele kaart. Je kunt ook zelf een fysieke kaart aanvragen die je ook nog eens zelf kunt ontwerpen. Kijk hoe prachtig mijn design is. Zelfs in een land waar je niet met de euro kunt betalen, kan je Revolut heel makkelijk gebruiken. Dat is een chocola. Dat is een hamkaas. Dat is een chocoladebroodje. Je kunt je geld gemakkelijk omzetten naar verschillende valuta's zonder ook maar extra kosten. Je kunt dus over de hele wereld betalen zoals landen als Amerika, China of Tuvalu. Tuvalu! Ik hou zelf persoonlijk heel erg van overzicht. En dit is ook een van de redenen dat ik Revolut gebruik. Heb je nog chocola? Zo heb ik hier zelf verschillende spaarpotjes die hier overzichtelijk staan. Bijvoorbeeld deze waarbij ik spaar voor een nieuwe boommachine. Ja, serieus, we hebben een nieuwe boommachine nodig. Er staat nog niet al te veel op, maar je kan instellen dat er bijvoorbeeld elke vrijdag 10 euro op komt te staan. Waardoor je na een tijdje een te gekke boommachine kunt kopen. Download Revolut nu helemaal gratis en ontvang zelfs 20 euro. Linkje staat in de beschrijving. Het is tijd voor een andere tactiek. Heitje voor kabijtje. Heitje voor kabijtje. Heitje voor kabijtje. Bruh. Oeh, ja, daar komt iemand. Hallo. Goedemorgen. Kunnen wij een heitje voor kabijtje voor je doen? Nee. Dan gaan we weg. Ik vind het nooit zo fijn aanbellen bij vreemde mensen. Oeh. Staat iemand. Er stond iemand voor de deur. Hoi. Ik heb een vraagje. Ja. Proberen zoveel mogelijk geld te verdienen om een dag. Zouden we misschien een heitje voor kwijtje kunnen doen? En dat moet vandaag? Ja, eigenlijk liever nu. Ik ga gewoon aanbellen. Ik heb vandaag geen schaamte. Hoi, we zijn een heitje voor kwijtje doen. We gaan zoveel mogelijk geld proberen op te halen. Heb je toevallig een klusje voor ons? Misschien de blaadjes even opdoen. Blaadjes kunnen we niet. Er wordt een bezem gehaald. We gaan de blaadjes even opdoen. We hebben geen deal. We hebben er geen deal. We weten er niet wat voor. Daar krijgen we helemaal niks. En zo helpen we de medemens. Waar ga je die bladen nou heen doen? Die ga ik op de straat gooien. Goed, daar word je ook niet moe van. Dat is wel goed zo. Zo. Ik
vind het echt wel prima nou, of niet? Vind jij het prima? Ga je er ook mee akkoord? Ja, vind ik goed. Hoppa. Dankjewel. 4 euro. Ja. Hey. Heel erg bedankt. 4 euro. Hoppa. Hey, dankjewel hè. 4 euro. Ja, die gaan niet opmaken. Eindje boek een beetje afgelast. Geef je regen van. Het regent veel te hard. We hebben gewoon 4 euro verdiend. We zitten op 5,35 euro. En het is tijd voor de lunch. En als het goed is, kan je hier als je jarig bent iets gratis krijgen. Alleen er is één probleem. Is er iemand jarig? Nee. Goeiedag. Ik had op internet gelezen dat als je jarig was, dat je dan iets gratis kon krijgen. Ja, dan moet je de app voor hebben. Wat kan ik daaruit kiezen? Hamburger. Doe maar een hamburger. Om het even geloofwaardig hierover te laten gaan, moeten we even een liedje opzetten. Ja. Jesper, dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. En dan de jarige Job mag je natuurlijk de hamburger hebben. Ja. Yep. Ik ga hem delen. Oh. Tuurlijk niet. Ik ben zojuist op een geniaal plan gekomen. Ons plan is om een blaadje en een stift te regelen. Stiften, 70 cent. Ik wil even nog lezen dat jullie ook binnen aan het filmen waren. Oh ja. Dat is niet. Oké, okay, dan doen we dat niet. Nee? Nee. Okay, ja, dankjewel. Heb jij een kleurboekje? Volgens mij heb je het net getekend. 1,65 euro lichter. Ik heb namelijk op TikTok gezien dat je geld kunt verdienen met zelfportretten tekenen. Maar kun je tekenen? Laat het nou net zo zijn dat ik serieus geslaagd ben op de tekenacademie met een 9. Grapje natuurlijk, ik ben gestopt met school, want ik ben YouTuber. Hoi, mag ik wat vragen? Meneer, mag ik wat vragen? Meneer, mag ik misschien wat vragen? Ik ben professioneel kunstenaar. Ik ben een kunstenaar. Wie zien het over de straten? Om zelfportretten te maken voor 2 euro. Meneer, bent u geïnteresseerd in een zelfportret? Ik ben kunstenaar. En ik teken veel dingen. Ik doe vandaag op straat zelfportretten maken. Bent u misschien geïnteresseerd? Nee? Is goed. Sorry. Ik ben kunstenaar en wij zijn op straat zelfportretten aan het tekenen voor mensen. Ja. Voor maar 2 euro. In 1 minuutje gedaan. De eerste klant is binnen. Ja, het gaat goed. Taal zijn belangrijk nu. Ja, ik kan één ding zeggen, hij is klaar. Wat is er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Is die mooi? Ja. Echt hartstikke bedankt, hè? De volgende. Mag jullie wat vragen? Jullie zijn wel geïnteresseerd in een zelfportret. Zijn jullie geïnteresseerd in een zelfportret? Yo, boys. Zijn jullie geïnteresseerd in een zelfportret? Voor 2 euro in 1 minuut. Wij verkopen zelfportretten voor 2 euro. Zijn jullie geïnteresseerd? Kijken, dat is een verrassing. Ja, ik heb een beetje mijn eigen stijl ontwikkeld. Ja. Hij is dan klaar. Ja, hij is wel goed. Is hij mooi? Ja. Alsjeblieft. We zijn letterlijk een uur bezig geweest met tekenen. 2 mensen gehad, dus 4 euro in de pot. Ik moet eerlijk zeggen, 50 euro. Zeer moeizaam. Dames en heren, lijst met borduurwerk. We hebben op Marktplaats een lijst met borduurwerk gekocht. Nee, we hebben hem niet gekocht. Gratis ophalen. Maar we moeten vandaag ook dus weer gaan verkopen. Dat is dus het plan. Hallo. Ik kom er voor de lijst. Oh, daar is hij. Dat is serieus een mooi ding. Dat is een mooi ding. Succes ermee. Nou, bedankt. Heel erg bedankt. Het is echt kunst. Kijk dan. Oké, we hebben in de auto even overlegd. Dit ding kun je serieus denk ik wel voor 20 euro verkopen. Misschien wel 30. Dus we zijn op het idee gekomen, we gaan hem op Marktplaats zetten. Opnieuw. Voor 25 euro. En dan hopelijk wil iemand hem ophalen. Misschien vanavond, einde van de dag. We moeten even foto's maken. Oké, fotootje 1. Hé. Hey. Wat gebeurt hier? Simon en doen, man. Oh. Ondertussen heb ik een marktplaatsadvertentie aangemaakt, 25 euro. Nu is het simpelweg een kwestie van afwachten. Ons volgende plan is om flessen te gaan verzamelen. En kijk eens hoeveel ik er al verzameld heb. Nog niet veel, maar ik heb er in ieder geval al 6. We zijn serieus een uur lang langs huizen gegaan. We moeten eerlijk zijn, deze tactiek werkt voor geen meter. Waarschijnlijk is elke fles maar 10 cent waard. 25 cent per fles. Ja, Jan, jongen, dit doet het niet. Hoezo doet het niet? Eindstand 1,25 euro.
Het is beter dan niks. Het is beter dan niks, maar we zijn al de 8, 9 uur bezig en we hebben nog maar net 10 euro of zo. Maar gelukkig kregen we al snel een reactie op het kunstwerk. We hebben het die avond nog verkocht voor 20 euro. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, het schilderij is gisteren nog verkocht. Het slechte nieuws is, we hebben de 50 euro niet gehaald. We hebben alsnog een mooie 28 euro 85 opgehaald. We willen Revolut heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video. Tot de volgende keer en doei!